correcties gebeuren binnen de ABC-kliniek even zo, waarbij dat u dan met name moet denken aan de stand van de oorschelp. Er zijn ook mensen die ervaren de stand van die oorschelp als te ver van het hoofd afstaan. Dat zijn dus eigenlijk afstaande oren. Het is nog niet helemaal hetzelfde als flaporen, maar afstaande oren, dan is het skelet van het oor eigenlijk relatief normaal aangelegd. Alleen moet hervormd worden, zodat dat oor wat dichter bij het hoofd terechtkomt. Het zijn ingrepen, leuke ingrepen, ook uitdagende ingrepen. Bij mannen, zowel als bij vrouwen, heel vaak denkt men er heel lang over na en is dit al 10 jaar een ergernis, totdat ze eindelijk die stappen durven te nemen om zich te laten informeren over wat de mogelijkheden zijn. En dat is iets wat wij ze hier kunnen bieden.